De naderende reorganisatie bij NDC Mediagroep heeft geleid tot zorgen bij een aantal Tweede Kamerleden uit het Noorden. NDC, waar de de Courant, het Fries Dagblad en Dagblad van het Noorden onder vallen, heeft aangekondigd dat er, nadat er vorig jaar al 105 arbeidsplaatsen verdwenen, nog eens 48 journalistieke banen verdwijnen. De Tweede Kamerleden vrezen dat door de maatregelen in de toekomst geen goede controle op gemeenteraden kan plaatsvinden. Om deze zorgen te bespreken hebben zij een werkbezoek voorgesteld bij de verschillende redacties. De NDC Mediagroep zegt graag op dit verzoek in te gaan.